Er is een probleempje. Piet, wil je het eventjes uitleggen wat er aan de hand is? Mag je zeggen, we zijn de sleutel kwijt. We kunnen er niet in. Want in de winkels, in de etalages van de winkels, lagen chocoladeletters verstopt. En die gaven een hint aan mij waar ik de sleutel heb gelaten. Ik ben het echt helemaal vergeten. Hey! Ja! Het is gelukt! Pietenhuis 2012 in Barendrecht is een enorm succes gebleken. Er zijn 1000 kinderen geweest ongeveer. En nou ja, die het volgens mij heel erg naar hun zin hebben gehad. En wat ons betreft doen we het volgend jaar natuurlijk weer. Wat we dit jaar hebben gedaan, we hebben schoolgroepen ontvangen. We hebben pepernoten gebakken, of kruidnoten eigenlijk. Marsepein gemaakt. Nou, we zijn natuurlijk een hele rondleiding gehad door het hele Pietenhuis. We hebben erg veel gelachen met onze Pieten. Die waren echt allemaal goed gemutst en goed humeur. En ja, dat is natuurlijk voor de kinderen het allerleukste om mee te maken. Ze mochten even spieken in de kamer van Sinterklaas, die daar af en toe aan het werk was ook. En ze mochten op bed liggen van de Pieten. Dat is natuurlijk allemaal heel bijzonder om mee te maken als je nog directeur van hoog bent. Dus wat ons betreft weer volgend jaar gewoon weer verder. En misschien in een ander pand, misschien in hetzelfde. We zullen het zien. Dus tot volgend jaar. En dan druk je... Ja,
hebben in het begin hebben we best wel wat tegenslagen gehad. En ja, dan is het toch echt ontzettend fijn als er partijen zijn die er wel zin in hebben en die met ons dit aan wilden gaan. En we hebben verschillende partijen gehad die hier de boel op hebben gebouwd, die ons het eten hebben gesponsord, die hebben gezorgd voor bedankjes. Dus zonder dit alles was dat absoluut niet mogelijk geweest en daar zijn we wel ontzettend dankbaar voor. Ik vind het heel leuk.